Give it up for Sophie Barbara! Op de achtergrond is er nog het kabaal. Hoe was het om hier te spelen? Volle bakken neuden. Fantastisch toch? Ja, echt fantastisch. Nu komen de Nederlandse mannen op. En je hoort inderdaad het kabaal. En dat was ook bij ons zo. We kregen allebei zoveel kippenvel en een lach op ons gezicht. Dus ja, dat is super tof om hier te spelen. Maar wel toch verloren. Hoe voelt dat? Nou, verliezen blijft altijd... Piep. Nee, blijft altijd gewoon balen. Weet je, je gaat hier samen te winnen. Uiteindelijk wisten we natuurlijk wel dat het een zware pot zou worden. Dus ik ben wel heel blij met het niveau dat we in de eerste set hebben laten zien. En daarbij was het publiek en de sfeer hier ook echt een opzwepende factor. Zo lekker, we hadden veel rallies. Mensen stonden volgens mij op de banken te gillen. En dat is echt zo leuk als je aan het spelen bent. Het maakt alleen maar dat je nog harder gaat werken. Dus die eerste set was echt, denk ik, dat we tevreden over kunnen zijn. Tweede set waren zij gewoon beter. Want eigenlijk is het ook super bijzonder dat jullie hier staan, toch? Want kun je eens vertellen, gestopt, fulltime baan en toch hier op het EK? Ja, nou, je vertelt het al goed inderdaad. We werken allebei en we spelen de Eredivisie toernooi, dus in Nederland een nationale tour. En omdat het EK in Nederland wordt gehouden, dat is een wildcard te vergeven. En daar hebben wij om gespeeld en die hebben we uiteindelijk gewonnen. En dat was super tof dat we op ervaring en dat we het spelletje ook zo leuk vinden dat we die hebben gewonnen. En nu staan we hier. Misten jullie het zo erg? Ja, het spelletje zit gewoon in ons hart, denk ik. En ik ben al wat langer gestopt, Sophie, vorig jaar. En toen zeiden we, hey, laten we gewoon lekker in Nederland gaan spelen. Omdat het gewoon zo'n leuk spelletje is. En ook wel omdat het best wel een ervaringssport is. Dus ondanks dat we nu niet meer iedere dag trainen, ja, kun je toch nog wel een bepaald niveau waarborgen. Gewoon met hard werken en gretig zijn. En gewoon ook vertrouwen op wat we in al die jaren dat we wel iedere dag in het zand stonden hebben gedaan. En daarmee kom je wel een eindje. En we dachten, laten we gewoon dat plezier voor het spel behouden en daarmee doorgaan. Ja, en dan is het natuurlijk helemaal gaaf dat we door de Nederlandse Tour te spelen uiteindelijk op het EK mogen staan. En helemaal hier in Utrecht. Echt goud. Ja, ik begreep dat jullie ook goede vriendinnen samen zijn. Is dat dan nog specialer? Ja, nu niet meer natuurlijk. Nu hebben we verloren. Nee, dat is een grapje. Nee, dat is superleuk. Wat we ook altijd zeggen, we spelen die Eredivisie nooit omdat we het zo leuk vinden. Maar uiteindelijk zien we het ook echt als weekendje weg. En we hebben superleuke weekenden gehad waarbij we ergens gaan slapen en de wedstrijden spelen. Dus, en het is ook een kracht in het team inderdaad. We hebben plezier in het veld en dat is het belangrijkste. Nog twee wedstrijden, misschien nog meer. Hoe gaan jullie nou die wedstrijden in? Nou, we gaan even, straks even kijken wat we hier goed en minder goed hebben gedaan. En morgen spelen we tegen Finland eerst om 12 uur en om 17:30 tegen Letland. Ja, Duitsland was duidelijk het sterkste team in de pool, maar morgen krijgen we het ook zeker zwaar. Ja, we gaan gewoon weer alles uit de kast trekken. Hopelijk weer met zoveel mensen in het oranje in het stadion. Dat gaat absoluut helpen. En dan zien we wel hoe ver we komen. Ik denk, weet je, het zit gewoon in ons allebei dat we altijd willen winnen. Zodra we die eerste stap op het zand zetten. Dus ja, wat er ook gaat gebeuren, we gaan gewoon strijden morgen. Tot slot, we hebben genoten van jullie saves, maar wat moet er nog beter? Ik denk dat we net goede rallies hadden. Ik denk dat we iets meer surfdruk misschien nog hadden kunnen doen, waardoor we nog meer hun veld net af hadden kunnen halen en nog meer kunnen verdedigen, dat we daar meer kansen in hadden. En we hadden ook best wel de kansen dat we bal opverdedigen, maar die we niet afmaakten. Dus daar moeten we gewoon meer agressie in tonen, waardoor we dus de punten wel gaan scoren. Dus meer agressie, denk ik. Pak ze morgen. Dank je, gaan we doen.